Wat is de overeenkomst tussen Ajax en Sinterklaas? Ik zag niet wie die vraag stelde, maar bestaat dat? Zit je binnen maling te nemen? Nee, ik zit niet met maling te nemen. Oh, je had een binnenpretje zeker? Ik had een binnenpretje van de been. Vandaag staat er een hele spannende wedstrijd op programma, namelijk de halve finale voor de KNVB-beker tegen PSV. We spelen thuis, dus dat is gunstig en ik heb heel veel zin in de wedstrijd. Helaas sta ik niet in de basis, maar ja, ook wel een beetje logisch, want ik heb natuurlijk een hele lange tijd met een rotblessure gekampt. Ik moet zeggen, dat valt me best wel zwaar dit seizoen, want ja, je wil natuurlijk super graag voetballen en je bent elke dag op de club, maar ja. Als je eigenlijk niet kan doen wat je heel erg leuk vindt, ja, dan is het best wel moeilijk. Maar gelukkig ben ik nu sinds een week of 5, 6 weer helemaal fit en heb ik alles weer meegetraind. Dus ik hoop dat ik nog iets kan toevoegen, het laatste stukje van de competitie. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon dat mijn team gaat winnen. En dat we doorgaan naar de finale van de beker. En dat we nog voor het kampioenschap gaan. Daar staan we ook heel goed voor. Maar goed, we bekijken het even per wedstrijd. Dus nu eerst maar voor de beker. Ja, de sfeer was goed deze week en ik denk dat de vorm er ook wel is van het team, dus ik heb er alle vertrouwen in. Uiteraard begin ik ook de wedstrijddag met mijn favoriete ontbijt, een portie havermout met lekker vers fruit erop. De perfecte start voor deze dag. Mijn tas staat klaar, de meeste spulletjes moet ik zo nog even op de club pakken, maar alles wat ik nu nodig heb zit erin. En ik heb mijn pak aan zoals je ziet. Ik ben er klaar voor, op naar de toekomst. Goedenavond allemaal. Vandaag mogen jullie alles vragen aan de nummer 7 van de Ajax-vrouwen. En dat is Marloes Pieten. We hebben de nummer 6 even overgeslagen deze week. Daar kregen we al wat reacties op, maar ja, dat ben ik natuurlijk zelf. Vandaag is wel de bedoeling dat jullie eigenlijk alles aan Marloes vragen. Jullie mogen nog wel een ander keertje aan mij vragen. Hoe jong ben je? Ik ben 26. Wat was jij geweest als je geen voetbalster was geworden? Ik ben eigenlijk ook nog iets anders. Ik ben namelijk ook fysiotherapeut, dus... Ja, als ik stop met voetbal, dan ga ik andere voetballers helpen om fit te blijven, denk ik. Favoriet eten? Goeie, hele goede sushi. Goeie vraag ook. We houden allebei best wel van eten. Ja. Lekker eten. Ja, loetje, biefstuk. Wat is belangrijker, goed eten of goed trainen? Ik denk dat het een niet zonder het andere kan. Want als ik niet goed eet, dan zou ik ook nooit goed kunnen trainen. Dus ik denk dat het is belangrijk om goed te eten, want dan heb je ook volle energie om goed te trainen. Er stond nooit meer voetballen of nooit meer chillen met je vrienden? Zo. Ja, ik denk voetballen kan ik niet meer heel mijn leven. En mijn vrienden zijn dan toch wel heel mijn leven belangrijk. Dus dan ga ik toch voor nooit meer voetballen. Dan is het wel een lang leven zonder vrienden anders, hè? Welke mannelijke speler vind je het best van Ajax? Ik denk... Op dit moment, als ik naar alle jaren kijk, denk ik dat Lasse Schöne wel al een paar hele goede seizoenen speelt. En de andere zijn veel talenten die er aankomen. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Ja, Klaassen. Lasse is wel... Ja. Is natuurlijk ook echt wel jong nog. Ja. VI of Studio Voetbal? Studio Voetbal. Wat vind jij van de opmerkingen van Johan Derksen? Over het vrouwenvoetbal, denk ik. Ja, die vind ik nooit zo leuk. Ik hoop dat hij nog een keer een omslag maakt. Want hij is altijd best wel kritisch naar ons, hè? Ja, maar goed, hè. Ja. Wat is voor jullie de tip... Voor goede teambuilding. Leuke dingen met elkaar gaan doen, denk ik, die niks met voetbal te maken hebben. Dus dat je elkaar ook eens op een andere manier kent. Want wij zien elkaar natuurlijk ook heel veel op het veld. Af en toe gaan we uit eten met z'n allen. En ik denk dat je dan echt, wat dichter bij elkaar komt. Wilde jij als klein meisje al bij Ajax spelen? Ja, Ajax is wel altijd mijn club geweest. Mijn droomclub, zeker. Ja. Hoeveel training hebben jullie per dag? Wij trainen op maandag altijd 2 keer. En eigenlijk de rest van de week op 1 dag na 1 keer. Ja. Soms 2 dagen. Ja. En natuurlijk 1 of 2 wedstrijden. Ja. Barça of Real? Barça. Van welke voetballer ben je zelf fan? Van Robben. Die is ook een beetje een buitenspeler. Hij is wel linksbenig, maar hij gaat ook altijd zo naar binnen en schieten. En, tweebenig eigenlijk, net precies. Als jij. Ja, ik hoop dat hij fit wordt. En dan kom maar zien. Wat doe je in de zomer om fit te blijven? Nou, ik neem wel even mijn rust. Dus ik ga juist wel even lekker op vakantie en doe ik even helemaal niks. Want dat is ook goed voor je lichaam. En daarna ga ik toch wel weer lekker aan de slag en... krijgen we vaak een loopschemaatje en wat krachtoefeningen, dat soort dingen. Core stability. Ja. Wie vind je de beste vrouwelijke speelster? Nou, als ik dan een beetje naar mijn positie kijk, dan heb je in Amerika Alex Morgan. Volgens mij is zij wel echt een goede buitenspeelster. En Rapinoe, geloof ik? Ja. Kunstgras of natuurgras?
Ja, toch wel natuurgras. We trainen hier wel op een heel mooi kunstgras, best wel natuurlijk. Maar echt het gras en het zonnetje en alles, dan ga ik voor gras. En wie is de gangmaakster in de kleedkamer? Oeh, dat zijn er meerdere. We hebben veel gangmakers in het team. Veel gangmakers hoor. Of was het toevallig Laura die die vraag stelde? Dan denk ik toch... Ja, Laura, dat is wel ja. Echt de gangmaakster. Ja. Ja, jeetje, Laura, altijd grappig. Wat denk je dat morgen FC Twente wordt tegen PSV? Ik ga gewoon voor een gelijk spel, want dat is voor ons het allerbeste. Dus ik hoop dat het 1-1 of 2-2 wordt. Veel succes morgen. Thanks. Wie is de volgende speelster? Nou, wie denken jullie? We doen het oplopend qua nummer. Dit is nummer 7, dus de volgende is... Tesselmiddag inderdaad. Precies. Dus nou, leuk dat jullie allemaal weer keken. Fijne avond en we hopen jullie morgen allemaal te zien. Sjaan, tot zo. Ik sta hier naast Rob de Wit. En Rob, we hebben al in een eerdere vlog beloofd dat jij af en toe wat analyses mag doen, hè, van onze wedstrijden. Cool. Dus het is nu tijd voor de eerste analyse. Rob, jij hebt vrijdag naar onze wedstrijd gekeken. ADO tegen Ajax. Ajax. Stand? 0-2. Wat vond je ervan? Een leuke wedstrijd om naar te kijken. Zo ken ik je niet. Spanning. Sensatie. Er zaten echt heel veel toeschouwers. Ik weet niet meer hoeveel toeschouwers. Wat moest je eten? Nou, schitterende goal. Vanaf ver stijf je de kruising in de rechterhoek. Nou, dramatisch. De eerste helft. Dramatisch. Nu worden we een beetje kritisch, hè? Een klein beetje hoor. Zo ken ik je weer. Maar goed, we moeten kritisch blijven. Wat moeten de Ajax-vrouwen vooral doen om kampioen te worden? Noem even een paar punten. Meer een doelpunt maken. Blijven verdedigen. Niet dat we 3-1 winnen of 3-1 thuis. Nee. Gewoon de nul verdedigen. Rob, jij wilde nog iets meegeven aan Petra voor het kampioenschap, hè? Waar moet ze op letten? Niet zo boos doen tegen de speelsters. Gewoon kalm maar. Ik bedoel, ik ben zelf ook verdediger. Jij begrijpt haar wel. Dus ik begrijp haar. De boosheid, ik begrijp het wel. Was er nog iets wat jij wilde weten voor die positie? Je had een paar vragen, toch? Nou, een paar tips. Wat moet ik doen? Als er 3, de verdediger komt van rechts naar me toe en een middenvelder, dus een soort driehoek. Er komen 3 mensen op je af. Wie moet ik dan ontdekken? Deze moet je gewoon zorgen dat je het ophoudt, dat je niet gelijk naartoe rent en dat je tegen zo'n beetje tegen medespeler zegt kom helpen. En dat is meer aan de zijkant te dwingen, denk ik. Nou, bij ons slapen ze. Middenveld slapen ons. Gewoon bakken, jongens, kom op! Dan gaan we nog wel een keertje even oefenen, goed? Ja. Binnenkort. Hé, hey, Rob, nog even over ons team. Ik denk niet dat jij nou te lachen. Nee, ik zit niet meer op te nemen. Zit je weer in de maling te nemen? Nee, ik zit niet meer in de maling te nemen. Oh, je had een binnenpretje zeker? Ik had een binnenpretje van iedereen. Binnenpretje. Wie is nou de vrouw in vorm in ons team? Van wie moeten wij het hebben op dit moment? Wie zijn kwaliteiten moeten we... Oh, dat is een goeie. Dat is een goede vraag, hè? Oh. De hele selectie. De hele selectie, het is echt een teamsport natuurlijk. Even een teamsport, ja. De gekste? Oh, man. Om wie moet je het meeste lachen? Weet ik echt niet. Vind je ons niet grappig? En wie heeft de meeste emotie? Straling. Nou, allemaal. En waar is Simon goed in? Goed in tactieks leren aan de meiden. Tactiek. Coachen. Nee. Oh, je techniek. Ja. Daar kan die ook wel wat van, hè? Ja, enorm. Goed, Rob heeft ons even wat meegegeven voor het kampioenschap. Ja, oké. En voor volgende, voor vrijdag natuurlijk. Rob is vandaag goed gestemd, want normaal is hij een beetje kritisch. Maar vandaag is hij gewoon heel blij. Ja. Ik vind wel dat je heel kritisch bent tegenover je collega's. Dank u. Maar jij bent, je bent zo'n beetje de leider van het hele gezelschap. De aanvoerder, kan je wel zeggen. Hij zegt, hij gaat delegeren. Ja, waar is je band? Ja. Heb ik niet. Ja, je bent aanvoerder. Dus weet je, we pakken een tape voor je. Oké, nou, we zijn klaar met het interview. Ik zie jou vrijdag, Rob. Nou, ik ga wel kijken vrijdag, maar niet hier, maar wel voor de koffie. Oké, bye bye. Heb je wel training. Nou, gisteren hebben we de wedstrijd tegen PSV met 5-1 gewonnen. Maar dat was toch wel iets meer dan we van tevoren hadden gehoopt of verwacht. Het was denk ik een goede wedstrijd van onze kant, met in ieder geval hele mooie doelpunten. Dus de toeschouwers hebben zich goed vermaakt, denk ik. Ik was zelf wel een beetje teleurgesteld, want ja, ik had natuurlijk wel gehoopt dat ik in actie zou komen. Dus ja, ik was gisteravond al een beetje goed ziek van eigenlijk. Maar ja,
Volgende week weer een wedstrijd tegen Heerenveen. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. En we spelen natuurlijk de bekerfinale. 28 mei bij ADO Den Haag en tegen ADO Den Haag. Dus ik hoop dat jullie allemaal komen kijken, want dat wordt zeker een hele mooie wedstrijd.